Schepen van Sport, Karel Nijssen. Die ga ik nu op het podium roepen. Karel, waar zit je? Jij mag ons assisteren. Neem de microfoon dadelijk mee en neem de eerste omslag mee. Dan mag je zo dadelijk daar wat over vertellen. Karel, ik ga eventjes terug in de tijd. En begin van dit jaar ben ik bij jou op kantoor gekomen en zei ik van ja, wij willen een gala organiseren van het handbal in Sint-Truiden. En je hebt al handbal, je hebt voetbal, je hebt basketbal, je hebt zoveel topsport. En je zei meteen ja, waarom doet Sint-Truiden dat en waarom ben jij zo begeisterd van sport? Oh, waarom? Omdat we denken dat Sint-Truiden wel een rol te spelen heeft op sommige vlakken met sport. We zijn in het verleden wel sportstad geweest, we hebben dat een beetje laten liggen en we moeten die rol terug opnemen. En we hebben dat ook een 2 jaar geleden gedaan met het atletiek. We waren een atletiekstad en we hebben toen ook het gala van de Gouden Spike naar hier gehaald. En dat wordt nu ook elk jaar hier uitgereikt. En toen als jij kwam met het idee om de speler en speelster van het jaar hier te doen, dat was eigenlijk ook zoiets van, ja, dat moeten we doen. Dat was een kans die wij wilden grijpen als stad. En als we zo'n kans krijgen, dan kunnen we niet nee zeggen natuurlijk. Als je zo'n massa hier ziet, ben je dan tevreden met de eerste editie? Fantastisch om dat hier te zien en het kan alleen maar groeien natuurlijk. Hè. Dank je ook als Schepen van Sport voor je logistieke en financiële steun die we krijgen van de stad. Je hebt een omslag bij. We gaan beginnen met de winnaar. Stilte. De winnaar. Wie wordt er trainer van het jaar bij de dames? En de winnaar is... Trainer van het jaar bij de dames, entraîneur de Lenny. Jo Del Pier. Jo Del Pier. Jo Del Pier, dames en heren. Vorig jaar vocht hij met zijn ploeg tegen de degradatie. Dit jaar maakte hij van zijn spelers echte krijgers. Hij zorgde ervoor dat ze het strijdtoneel opgingen. En hij maakte er kampioenen van. Dames en heren, Jo Del Pier. Jo, mag ik heel eventjes... Natuurlijk gaat hij eerst kussen. Dat zijn dus ook trainers. Opportuniteiten grijpen. Voilà, hij heeft zijn prijs al. Jo, proficiat. Eerste reactie. Ja, toch een klein beetje verrast. Omdat ja, dat is toch maar mijn derde jaar als trainer van de dames. Het is al 3 jaar een serieuze... uitdaging, maar ja, we hebben toch deze jaar geflikt. Het is 3 jaar, maar als ik je zo zie bezig zijn, dan zijn het 6 of 7 jaar al. Zodat jij tekeer gaat, man. Oh. Je moet dat niet onderschatten. Het is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Oh, wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Ja. Let op je woorden, want je groep staat daar. Hè. Ik denk dat we vrouwen... Alleen, als ik ben trainer bij de mannen ook geweest, maar met een vrouw moet je meer psycholoog zijn dan trainer. Oké, okay, dat is mooi gezegd. Wil jij nog een dankwoord zeggen aan iemand? Ja, ik wil eigenlijk mijn team bedanken. Zonder de dames was ik hier niet. En ook mijn assistent, assistent, dat is mijn maat, Johan Helzen, die T2 bij ons. Ik denk, we vormen een super team. Wij begrijpen elkaar. We zijn nu 2 jaar samen. En we gaan er een jaartje aan bij plakken. En ook zeker en vast het bestuur. Romain Martens, die toch al 40 jaar met Sint-Truiden bezig is. En mijn dikke vriend Klaus Putsens.